Goedemorgen. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag, een nieuw vlog. Vandaag gaan we iets heel leuks doen. Voor mij denk ik het leukste wat we gaan doen deze trip. Ja. Heel erg benieuwd. Ik kijk er denk ik ook het meest naar uit. Maar we gaan zo meteen laten zien wat het is. We gaan snel omkleden en dan gaan we zo, want we moeten gaan. Let's go! Nou, daar zijn we. Hier lopen de huskies. Deze voor heeft er al heel veel zin in. Die is helemaal ready. Wij zijn aangekleed in ieder geval. Er lopen hele kleintjes, heel schattig. Mooi dikke pak. We hebben thermal ondergoed, skipoelie, vliesvest, skijas, overhaal, handschoenen, extra handen, buffy over de oren en een muts. Nou. En dat moet min 30 tegen kunnen houden. Let's hope. Hoe vind je het? Ja, super vet hond. Echt tof, hè? Zo vet. En we hebben hele snelle honden. Ja, we hebben hele snelle honden. Echt hele snelle. Wel koud. Brrr. Oh, ja hoor, ga om. Zo vet, jongens. Oh, kijk de wimpers. Oh. Zo cool. Oh my god. Zo mooi. Moet je even mee rennen. Moet je rennen, schijn? Ja, ik doe de marathon van Lapland. Ik dacht dat de honden zouden rennen. Maar dat is niet. Nou, ik ben meer beest dan hun. Oh, ze hebben het zwaar. Hey mannen, ik ben trots op jullie. Jullie doen het hartstikke goed. Trots op jou, je hebt een mooie hond. Taco? Ja. Taco is onze middelste dog. En de grootste. Onze grootste. En die is echt een liefhebber. Taco? Ja. Ja. Taco, ja. Dat is een schat. Ja. Dat is een big boy, hè? En wie zijn dit? Dat weet ik niet. Dit zijn onze twee voorste. En deze is rennen als een gek. Kijk uit de nou, Taco. Links is Basie. Ja. Want die kijkt ook eens om als we te langzaam gaan. Oh ja. Hè? Oh. En deze wil alleen maar knuffelen. Oh. Zit het koud? Kijk, warm ze vol. Koud. Schatjes. We hebben net een uitleg gekregen over de honden. De honden zijn tussen de 2,5 en de oudste zijn een jaar of 10. En ze krijgen 3 keer per week vlees met warm water.
En ze krijgen 200 gram per dag vlees. En dat is dan kip, beef, rendier, van alles wat. En ze leven alleen maar buiten. Maar het hutje wat ze hebben, dat is warm voor hun. En ze hebben een dubbele vacht. Dus het is niet per se zielig dat zij buiten leven. En dat is voor hun ook alleen maar prettig. Ze kunnen ook niet binnen leven. Wij als Nederlanders vinden dat heel zielig. Maar hier is dat gewoon eigenlijk heel normaal. Ja. En ze zijn vandaag wel wat moeier dan normaal. Omdat de sneeuw wat dikker is en wat papperiger is. En het is ook kouder. Dus daardoor is het wat zwaarder voor hun. Maar ze doen het desondanks nog steeds heel goed. Het zijn echt zulke prachtige honden. Er zijn er wel een paar die vinden het heel fijn om geaaid te worden. Anderen die vinden het, willen niet van je weten. Nou, en hier ben ik lekker zo aan het opwarmen. Heel koud is het. Het is een vissoep, visstoofpotje. Mijn moeder vindt het niet lekker, wij wel. Met zalm. Nou, iedereen is er weer klaar voor. De honden gaan helemaal los, hebben er zin in. Ze zijn weer warm. Zeker die heeft onwijs zo zin in. We staan weer op het meer. De app, de Aurora app, gaf aan dat we, als het helder was, 23% kans hadden om het Noorderlicht te zien. Alleen, het is heel de dag, heel de avond helder geweest. En nu sneeuwt het. Dus nu kunnen we helemaal niks zien, helaas. Echt jammer. Want het moet toch nog wel een keer gebeuren dat we hem nog een keer kunnen zien. Dat zou wel heel leuk zijn. Ja, nu sta ik heel sip alleen op het meer. En er is inderdaad niks te zien. Nou ja, daar ginds. Ja, jullie zouden het niet kunnen zien, denk ik. Daar zie ik wel een soort van lichtdingetjes. Maar het is niet echt groen, dus ik denk dat dat meer de stad is. Maar het is echt balen. Want het was de eerste dag toen we aankwamen, was het maar 13% kans. Toen was het goed te zien. Ja, nu is het meer. Maar ja, helaas. It's snowing. Goedemorgen, dag 4. Het heeft gesneeuwd vannacht. Want alles is lekker besneeuwd. We gaan vandaag naar het Inari Lake. Want daar gaan we ijsvissen. En we gaan naar de rendieren. Twee rendieren volgens mij. Maar voordat we daarheen gaan, ik heb jullie nog iets te goed wat bij dit huisje zit. Want we hebben natuurlijk binnen een sauna. We hebben ook een buitensauna. Even kijken of ik daarheen kan komen. Want het is behoorlijk. De weg is behoorlijk besneeuwd. Oh, even het cameraatje draaien. Kijk, auto staat al lekker te ronken. De rest is niet zo snel vandaag. Maar moet wel zo gaan. Nou, kijk, we gaan over dit pad. Lopen we zo. Richting onze buitensauna. Het wordt al langzaam licht. Inmiddels al 8:30. Leuk weetje, in deze boom is een andere droom gekruist van een andere gast. Dus ik ga nog even een keer omhoog een dag. Kijken of ik hem kan spotten. Toch lullig is dat gebeurd. En hier is onze buitensauna.
Dan moeten we natuurlijk nog even in. Dan gaan we waarschijnlijk morgen in. Alleen daar moet je wel een beetje bij blijven qua vuurstoken. Dus daarom dat we dat even doen als we een dagje vrij zijn. Want hier kan je super lekker chillen. Nou, hier binnen is het. Ik zal het nog wel een keer laten zien. En dan heb je dit prachtige uitzicht. Ja, dit wil je toch. Dus daar ga ik morgen laten zien. Maar eerst gaan we nu ijsvissen in de kou. Brr. Het is weer min 20. Het scheelt. Gisteren was min 31 uiteindelijk geworden. Dus het is iets warmer. Maar het zal veel stilzitten vandaag. En wachten. Het zal weer frisjes worden. Weer genoeg lagen aan. En we gaan ervoor. Kijken of de rest klaar is. En dan zien we jullie daar. Doei! Nou, het is een nieuwe dag. We zijn onderweg naar onze activiteit. We gaan naar mijn vissen. Het is 10 uur 's morgens. Het moet nog licht worden. We gaan nu naar het busje toe. Mam, heb je er zin in? In wak, wak, wak. In wak, wak, wak. Maar ik ga geen vis eten hoor. Ik ga het maar niet eten. Nee, ga je niet vis eten? Waarom niet? Nee, ik ga het niet eten. Oh, ik ben vandaag vegetarisch. Ze is vegetarisch. Maar dat is niet erg, want je hebt vegetarisch, kip en precies. Vlees en vis. Maar misschien ga ik eland eten. Of wak, wak, wak. En of eland. Oh. Ja, daar hebben we er zin in. Nou, we zitten in de auto. We hebben een pak weer aangekregen. Een overal, een extra jas, dubbele sokken, wollen sokken, laarzen. Daarbinnen was het ongeveer 25 boven nul. We gaan nu naar de lake, daar is het 25 graden onder nul, dus het is wel echt lekker. We gaan niet meer op het meer, zeg dat even. Heb je er zin in? Ik heb er nooit zin in. Ja, er is een kleine aanpassing. We zouden natuurlijk in principe gaan ijsvissen op de lake. Alleen het is mega koud op het lake, echt richting de min 30. Dus we gaan nu het eilandje ernaast, omdat dat dan wat beter te doen is. En daar is ook een tipi waar je eventueel dan op kan warmen. Dus we gaan nu 10 minuutjes rijden naar de lake. Dan gaan we denk ik iets met de sneeuwscooter doen, want we hebben ook allemaal een helm gekregen. Dus we zijn echt heel benieuwd. Thijs, zin in? Zin in. Woehoe. Leuk, man. Ja, echt zin in. Leuk. En wak, wak, wak. En nog eens wak. En wak. Wak, wak, wak. En nog eens wak. Ja. Nou, we stappen eigenlijk uit de bus. En het eerste wat we zien... Wat rendier. Rendieren. Hallo. En ze hebben een belletje om. En ze zijn zo schattig. Ja? Ja. Dat ze zat in het kip is. Nou, mop. Die is de rendier, hè? Ja! Ze zijn zo mooi, hè? Gaaf, hè? Ja, heel gaaf. Oh, nu gaan ze mijn tas opeten. Daar gaan we. We zitten op de scooter. Ja. Hey. Nou, we zijn op bestemming aangekomen. Voor ons zien we het Inari Lake. Meer dan 300 kleine eilandjes zijn er op dat meer. En het diepste punt is 96 meter diep. Dat hebben we net gehoord. Dat is bizar groot. En als het goed is, gaan wij zo meteen gat graven. En dan gaat zij erin. En gaat zij erin. Gaat ze heeft de bikini meegenomen. Zij gaat wak, wak. Zij gaat wak, wak, wakken. Ik heb mijn bikini meegenomen, nou dan ga je erin. Precies. Nou. Nou ja, ik kan het wel proberen. Of het koud is. Koud is. Nou, mam. Ja.
Draai maar, draai maar. Ja, komt het aan hoor. Goed zo, Ivy. Lekker. Lekker. Goed, Tommy. Echte ijsvis, hè? Ja. Yes! 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 Yes. Goed, Tom. Ja. Yes! Ah, ja! Hey. Yay! Nou, wat ben je aan het doen? Heb je al wat gevangen? Een snoek had ik net aan mijn hengel. Ah. Een haai. Een snoek. Ja, ik ben benieuwd of je überhaupt dat gaat vangen. Ja, maar wanneer voel je dat dan? Is je dat gevangen? Ja. We hebben problemen met de slee achter ons. Daar, die zit dus vast in de sneeuw. En hij krijgt hem dus niet uit. Dus daar zijn ze nu mee bezig. Dus dat moet even geduwd worden. Oh, ik zie dat mijn muts helemaal niet goed zit. Kijk, die slee, daar zijn we mee hierheen gekomen. Maar die zit dus helemaal vast. Ja, dat is nou lullig. Ik ben helemaal alleen gelaten. Niemand is meer aan het vissen. Niemand heeft ook wat gevangen, nog. Maar we zijn allemaal warmpjes naar binnen toe. Maar ja, er moet wel eten op tafel komen. Dus we blijven volhouden. We blijven vissen. Want ik heb hier nog twee... Kijk. Ik heb er nog twee staan. Maar er gebeurt vrij weinig. Voor de rest is helemaal niemand meer. Bij deze farm horen ook twee rendieren. En die zijn we dus nu aan het eten geven. En ze eten een soort van mos. Wat wij kerststukjes zo maken. Maar het eten zijn. Thijs heeft het nu in zijn handen. Ik werd wel net weggetrapt. Want ik zat aan zijn voer. Ja, dus, ze hebben best honger. Ja. Hij is een hele kale plek op zijn. Nee, hij heeft afgebroken. Die heeft gevochten. En heb je afgebroken? Ja, dat is niet knap, hè? Kijk, hij doet het wat rustiger. Oh, nou. Nou, hoe is het tot nu toe?
Het is heel leuk. Het ijsje is echt kapot saai. We hebben geen orka gevangen en ook geen walvis gevangen. Je zou een zeebaars kunnen vangen, maar ja, dat duurt of 5 minuten of de hele dag. Dus dat hebben we geparkeerd. En nu zitten we lekker in een tipi en hebben we lekker een worst gekregen van de barbecue. Die was echt heel lekker. En blueberry juice. En we hebben dus blackberry juice. Warme blackberry. Het lijkt een beetje op glühwein, maar dan zonder alcohol. Glühwein vind ik niet te zuiver, maar dit is op zich wel lekker. Dus lekker. En een beetje opwarmen, want het is best koud. Ja, het is wel fris. Ja. Maar we krijgen lekker pitaatje zo nog. En dan... Lekker zo direct een pitaatje en dan gaan we lekker, lekker weer naar huis met de sneeuwscooter. Hopelijk komen we uit de sneeuw, want we hadden slipproblemen. We zaten helemaal vast. Thijs en die andere Franse man die moesten duwen, want we kwamen er niet uit. Nee. Maar ja, het is erg leuk. Ja. I'm really cold, but it's worth it. Kaas, denk ik. Moppet happy. We hebben laps soep. Met gesmoked rendier en cheese. Lekker. Het ruikt wel heel lekker. Ik ben heel benieuwd. Zal ik een hapje nemen? Ja, neem een hapje. Thank you, sir. Het ruikt wel lekker, ja. Oh ja, het is wel lekker. Ja? Ik zit een beetje te zoeken naar wat het smaakt. Parmezaan zit er ook in. Ja, met kaas is dat. Ja, parmezaanse kaas. Ja, kijk, het had ook gouda kaas kunnen zijn, man. Bloedjes, thank you. Nou, dit zullen we natuurlijk even zien. Dit zullen we even... Nou, moeders. Nou. Nou, vreet dan. Hé, hey, maar zie ik je lekker aan de brinta. Kijk de schijten bakken. Kijk de kleine hapjes nemen. Nee, dat smaakt goed. Ja? Ja. Nou, hier woont onze gids samen met zijn vrouw. Ze werkt in de stad waar we net begonnen zijn en hier woont hij. Hij heeft een zonnepaneeltje op het dak, alleen die is nu besneeuwd. Maar hij heeft ook daar verderop een windmolen. Maar ja, die draait natuurlijk op dit moment niet, want die is vastgevroren. Dus 1 keer in de 4 dagen kunnen ze de 8 graden aan doen. En dan kan hij de batterijen opladen die hij binnen heeft. En daar moet ze het mee doen. Dus het is erg zwaar leven. Hij heeft ook een hot tub. Dat is op zich wel lekker. Alleen die duurt 10 uur duurt het om hem warm te stoken. En ja, dan verbruikt hij al zijn hout. En hij heeft er geen zin en tijd voor om dat, daarop te wachten. Dus het is allemaal erg zwaar. Zwaar leven. Nou, en dit is de sneeuwscooter met het dingetje erachter waarmee wij vervoerd worden en vervoerd zijn. Zoals je het gezien zat, is het toen straks even vast. Dan moesten we even hem los trekken. Maar het is wel grappig om zo vervoerd te worden en daar ligt er nog een op zijn kant. Maar hier zou je maar wonen. Wat een rust. Wat een stilte. Het heeft wel wat. Het is alleen niks voor ons, denk ik. Nou, wij gaan zo weer terug en dan zien we jullie straks weer. Nou, het is bijna 10 uur. En Thijs heeft zo'n Aurora-app. En die gaat af. In de zin van dat er 14%? Nee, nu is het. Hij staat op 28%. 28% kans dat je dus het Noorderlicht kan zien. En we hebben de eerste dag hebben we natuurlijk het Noorderlicht gezien met 14%. En nu is hij echt bijna 30. Dus wij zijn ons aan het omkleden en wij gaan de auto in en we gaan op zoek naar het Noorderlicht. Beetje rondrijden. Beetje rondrijden in de hoop dat we iets gaan zien. En dat zou natuurlijk heel tof zijn. Dus dat hopen we. We nemen jullie mee. Hoeveel procent kans denk je dat we het Noorderlicht gaan zien? Oh. 0? Echt? Waarom? Denk ik. Waarom? Thijs, hoeveel procent kans denk jij? 20. 20% kans? Het is helder, hè? Gisteren was het niet helder. Het is heel helder inderdaad nu buiten. We zien echt mega veel sterren en dat was de eerste dag ook. Dus ik heb op zich wel een goede kans. Dus laten we het hopen. Be positief. Ja. Be positief. Be positief. Precies. Bloed heet hier binnen. De open haar die brandt nog en we zitten met 4 lagen aan. Maar desniettemin, we gaan op zoek naar het Noorderlicht.
Nou jongens, hoeft er niet ver te gaan. We kwamen buiten en we zagen dat het boven het meer bij ons was. Met je 0% kans. Zien we op de achtergrond. Het is gewoon de tweede avond, jongens, dat we gewoon het noorderlicht zien. Tof, hè? We hebben de eerste avond hebben we mazzel gehad en nu hebben we het gewoon weer. En is het recht boven ons. Weer en boven ons meertje. Fantastisch. Kijk, als wij een beetje naar beneden gaan, dan kunnen jullie het goed zien. Ik ga maar een beetje anders schuin. Kijk. Prachtig. Kijk toch? Eens, jongens. Vol het, noorderlicht. En het is stervenskou buiten. Maar het maakt ons helemaal niks uit. Nee, want we hebben het weer. Want we hebben het noorderlicht. Wauw. Helemaal blij. Zo vet, jongens. Misschien, als we zo teruggaan, ik blijf toch nog wel even, toch even droontje omhoog. Even kijken of ik iets kan vervangen. Ja. Even proberen. Dat zou heel tof zijn. En hier, uitkijkend op het meer, heb je gewoon de buitenzone. Het is echt waanzinnig. Even kijken. En als je er dan in gaat, dan is dit gewoon het uitzicht, mensen. Wauw. Als je dan hier naar binnen gaat, dan is dit dus de sauna. Kijk eens, jongens. Echt niet normaal, hè? Dan is dit gewoon het uitzicht vanaf de sauna. Wow. Zo vet. Wauw. Goedemorgen, mensen. Nieuwe dag. Het is vandaag zondag. En het is nu op dit moment 1 uur. En we zitten in de auto. En we zijn onderweg naar Inari. 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 We zijn er nog steeds niet helemaal uit hoe het heet. Wij zeggen Inari, maar het schijnt Inari te zijn. Hey. Maar goed. Hey, we zien erin. We zien een aantal rendiertjes onderweg. Die hebben we al een paar keer gezien natuurlijk. De reden dat we wat later zijn opgestart is omdat wij nu lekker gaan wandelen. En het nu helder is. De zon komt langzaam een beetje tussendoor schijnen. En we gaan vanavond uit eten. En als we eerder vanmorgen al zijn opgestart, zitten we in het donker. En dat vonden we voor vandaag even niet zo handig. Dus vandaar dat we nu even later zijn opgestart. Gaan lekker wandelen, korreltjes drinken, gaan we terug. En dan vanmiddag gaan we weer die kant op om lekker rendier te gaan proeven. Dus we zijn heel benieuwd, moet heel lekker zijn. En wij nemen jullie deze dag weer gezellig mee. Leuk dat je kijkt, doei!
Nou, vertel, wat gaan we doen? Wij gaan... Hoe heet het ook weer? We gaan met snowshoes lopen. Nou, we lopen alsof we niet kunnen lopen. Dus Thijs gaat voorop en dan gaan jullie zien hoe het gaat. Moet. Nou jongens, we lopen hier zo direct het weer op. Het is wel echt weer prachtig hoor. Het loopt een beetje gek. Maar wel heel cool. Leuk. Ja, het is wel zwaar in de hoge sneeuw nog steeds. Ja. Maar weet je, het je wordt wel lekker warm van, dat wel. Ja, dus het is wel lekker om koud. Maar jongens, we zijn gewoon op het meer en er is gewoon helemaal niemand. Nee, er is echt helemaal niemand. Net kwamen we een langlauver tegen met een hond. Die zag je net op het vorige filmpje even langs rennen. Maar verder, zoals je ziet, we zijn gewoon op een open meer. Mijn haren staan te bevriezen van de kou. Het grootste meer van Europa. Het grootste meer. En er is gewoon helemaal niemand. Nou, snel door, het is koud! Het is koud! Ja, ik denk het wel. Nou, daar gaat hij hoor. Pas op voor het bootje links. Wat zie je? Oh, deze is heel vuil. Dat duurt ook niet hoor. Ja joh, saampjes en dan op die boot krallen. Nee joh, jij blijft rechts. Kom zitten. Zit je vast? Ja, die zijn toch lekker.
Nou, we zijn inmiddels even naar het huisje geweest. Borreltje gedronken, nootje gegeten en nu hebben we ons klaargemaakt. En lekker gefrist in gemaakt. En zitten we in de auto om terug naar Inari te gaan. Want we gaan eten bij het Wilderness Hotel. Restaurant Ukko. Ja. Op zijn Hollands. En dan denken we dat we iets van Randy gaan eten. Dus we zijn heel benieuwd. Zelfs mijn moeder wil Randy proeven. Dus ik ben heel benieuwd. En dat is ongeveer een half uurtje rijden. Iets minder. En dan gaan we jullie laten zien. En vertellen we wat we ervan vinden. Stay tuned. Het is 2 sterren. Het zijn ook leuk, die hutjes. Zal hier het restaurant zijn? Maar eerlijk is eerlijk, een lekker wijntje uit een goed glas is wel heel lekker. Hè? Ik heb toen een paar glazen bij Coquelon gekocht. Mm-hmm. Lekker? Ja, het drinkt wel lekker. Dan kan je een wijntje krijgen en een glaasje. Nou man. Oh. Nou jongens. Doe jij even een proostje? Ik doe een proostje. Nou, proostje op de gezellige afgelopen dagen. We hebben er nog 1 te gaan. Morgen. De scooter toe. Maar we hebben er zin in en we hebben onszelf even verwend met een minuutje. Zeker. Heerlijk. In een mooi door Thijs uitgekozen restaurant. Goed gedaan, Thijs. Goed gedaan, hoor. Proost. Proostie. Nou, we hebben de voorgerechtjes om te delen. Dit is een mixje van rendier en vis met iets lekkers. En dit is lekker met geitenkaas. Het ziet er echt waanzinnig uit. Het ziet er heel lekker uit. Het ziet er heel lekker uit. Wijfje stikt bijna in de wijn. Die drinkt lekker door. Die denkt, gat voor de kop weer vis aan. Hengel, hengel, hengel. Ik lust geen vis. Orka of walvis? Orka. De luitjes hebben hun rendierfilet. Mam, eerste reactie. Hoe is dat? Ja, is het lekker? Zo zacht. Mop, jij? Ja. Het ziet er een beetje. Het smelt gewoon van je tong af. Ja. Zo lekker. Ja. Oké. Okay. En ik heb een lekkere Ukko-steak, lekker biefsteekje. Ziet ook heerlijk uit. Enjoy! Nou, dames, hoe was het hoofdgerecht? Was heel lekker. Zij heeft lekker rendierfilet gegeten. Was heel lekker, hè, man? Zalig. Ik had een lekker Ukko-steekje, was ook lekker. Maar ik heb toch een beetje spijt dat ik de rendierfilet niet heb gegeten. Ja, nee, daar hebben Thijs en ik heel erg van genoten. Dat moeten we morgen nog. Dus een straf. Oh ja, morgen nog een keer. Oh, morgen nog een keer. Oh, zou wel lekker zijn. Ah, maar, nou, lekker nu hebben we een lekker toetje. We hebben lekker chocolate cake. Ja. Met verse framboosjes. En we hebben lekker 2 bolletjes ijs met framboos en chocola. Lekker hoor. Heerlijk. En Thijs krijgt een lekker cappuccinootje zo nog. En wij hebben nog een lekker wijntje. En wij hebben nog een lekker wijntje. En wij gaan nog eventjes ons En we zien Aurora. We gaan hoogwaarschijnlijk voor de derde keer weer Aurora het zien. Het is voor de eerste keer oranje in plaats van groen. De kleurencode. Dus dat is hoger dan 40%. Oh, daar komt de cappuccino aan. Goedemorgen jongens. En welkom bij een nieuwe dag. Onze laatste dag alweer. En wij staan nu klaar op het punt om weg te gaan. Want we gaan namelijk zilvermoederen! Onwijs veel zin in. Mijn activiteit waar ik zeker naar uit heb gekeken. En het is nu een kwartiertje rijden. Weer naar het dorpje. En dan gaan we jullie meenemen bij deze hele leuke activiteit. En helaas is onze laatste dag. Maar dan hebben we wel alles gedaan wat we wilden doen deze vakantie. Dus stay tuned en we nemen je mee. Ben je klaar voor, Bob? Huh? Klaar voor? Yes!
En hoe is het? Fantastisch! Ja, is vet? Ja, het is wel pittig. Ja. Mama zit achterop. Het is wel pittig, maar het is echt zo tof. Alleen, wat lastig is door de kou gaat je duim een beetje bevriezen. Dus dan is het soms lastig om hem... Maar dan moet je gewoon dingen hoger zetten, hè? Verwarming hoger zetten. Ja, maar ik weet niet hoe dat moet. Oh, doe zo meteen al laten zien. Maar het is vet, hè? Ja, het is echt tof. Ook vet? Super vet. Bij mijn dochter achterop de snowscooter. Wie had dat verwacht? Af en toe. Maar heb jij ook af en toe dat schoppen? Ja. Nou, wij hebben pauze op onze tijdens onze tour. Lekker drinken gekregen en een cookie. Ja. Leuke foto's gemaakt. Het is echt heel cool. Ja, het is echt tof. Het is wel moeilijk. Nou, het is wel moeilijk, ja. We gingen bijna de bomen in trouwens. Ja. Ik moest even op. Nee, het ging even niet goed. Ik ging bijna mis. Maar gelukkig dat hij dan een beetje afslaat. Want als hij dus niet was afgeslagen, was hij zo die boom in gereden. Maar het is goed gegaan. Ja. Hoe vonden we onze private tour? Oh, het was echt gaaf, hè? Dat was echt een privé toertje. Vet, ja, hè? Het was echt vet. Het is echt pittig. Ja. Kramp in de handen, enorm. Het was echt meer dan waar. Echt gaaf. Prachtig. Zullen we het dan weer lekker opwarmen? Ja, en ik moet heel nodig plassen. En ik moet ja. heel nodig naar de wc. Ja. Maar ja, dat is as usual. Goedemorgen, jongens en meisjes. Wij staan op punt om weg te gaan. We gaan toch naar Nederland. Koffertjes zijn gepakt. Het is 6:30, we gaan naar het vliegveld en helaas gaan we afscheid nemen, mam. Vind je het jammer dat we weggaan? Ja, heel jammer. Vond je het leuk? Ik vond het geweldig. Wel, hè? Huisje was perfect. Ja. Omgeving is geweldig. Ik zeg niet, ik kom hier nooit meer. Nee. Dat ga ik niet zeggen. Nee. Misschien ooit nog een keer. Misschien ooit nog een keer. Maar je weet het niet. Ja. Maar dit hebben we in ieder geval gedaan. En ja. Dit gaat in ons archiefje weer aan. Zeker. Hè? Ja. Ja. Nu op naar het vliegveld, mop. Ja. Zin om naar huis te gaan? Nee. De Berenbinkie. Dat wel. Yes. We nemen jullie mee naar deze tocht weer terug naar Amsterdam. Die heel lang gaat duren. Die heel lang gaat duren. Maar niet uit. We komen vanavond door. Om 6:00 landen we op Schiphol. Het is nu 6:30, dus we hebben een long day, maar komt goed. Ja, het duurde wel echt lang. Echt lang, deze rit, maar we hebben het overleefd. Ja, we zijn er. We zijn gaar, we hebben honger. Nou ja, ik iets minder, hij wel honger. En even douchen. En we rijden nu in de sprinter naar Vathorst. En dan gaan we overstappen naar Barneveld. En dan lekker naar weer. Lekker naar huis. Lekker naar huis. Ja. Oh ja, en trouwens 3 graden boven 0. Het is gewoon warm. Wij zijn de temperatuur van meer 25 gewend, min 30. Dus ik zou bijna mijn zonnebril ervan opdoen. Nou, het is wel warm met die jas aan, ja. Ja, lekker naar huis.